Er zijn twee verdachten aangehouden in de zaak rond het gezin in Ruinewold. De eerste is Jozef B. De buren in Ruinewold noemden hem de Klusjesman of de Oostenrijker, omdat hij daar vandaan komt. De tweede verdachte is de vader van het gezin. Gerrit Jan van D. en zijn vrouw kregen samen negen kinderen. De jongste zes kinderen wonen de afgelopen jaren ook in de boerderij in Ruinewold. Het is onduidelijk of ze daar vrijwillig verbleven. Jan, de oudste van de zes kinderen, sloeg alarm bij de café-eigenaar over de leefsituatie van het gezin in Ruinewold. De oudste drie kinderen zijn het gezin al eerder ontvlucht. Zij hebben acht jaar geleden contact gezocht met hun stiefbroer uit een eerder huwelijk van hun vader.